Dit spelletje Up and Down van Ravensburger. Het is een memory rekenspelletje. We hebben een speelbord en op dat speelbord hebben we 10 molletjes neergezet. Als je aan de beurt bent mag je 3 molletjes omdraaien. Als ik een molletje omdraai wordt hij namelijk ook een andere kleur. En ik moet 3 molletjes omdraaien, maar ik mag niet degene omdraaien die ik deze beurt al omgedraaid heb. Met andere woorden, ik moet gewoon 3 verschillende molletjes omdraaien. Voordat je beurt begint mag je een opdracht pakken in een bepaald niveau. Je hebt niveau 1, 2, 3 en 4. Dat wordt met de schepjes aangeduid. Ik zal even een makkelijke pakken. Ik pak eentje van niveau 1. De opdracht voor mij is 1 gele. Dus van de 10 molletjes moet er 1 gele zijn nadat ik 3 keer gedraaid heb. Gaan we proberen. 1. 2. Nu lijkt het alsof ik er ben, maar ik moet nog 1 keer draaien. Als ik een gele erbij draai, zijn het er 2 en niet 1. Dus ik hoop dat ik er nu eentje omdraai die niet geel wordt. Nou, ik heb een beetje geluk. Van de 10 is er 1 geel. Dat klopt met mijn opdracht. Dan krijg ik er 1 schepje voor. Dan is de volgende aan de beurt. Die pakt ook weer een opdracht. Die heeft de opdracht 3 gele. Nou, als hij goed opgelet had, dan tovert hij zo tevoorschijn. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Hartstikke goed. Hij wordt ook weer beloond met 1 punt. Zo kun je steeds moeilijker in opdracht pakken. Je wordt ook steeds beloond met meer punten. Want elke schep is ook nog eens een punt. Laten we een van de 4 scheppen zien. Dit is bijvoorbeeld een aardig pittige. Want je blijft maar, je mag maar 3 keer per beurt omdraaien. Zo moet je eigenlijk goed weten wat je moet wegdraaien en wat je erbij moet draaien. Degene die aan het eind de meeste schepjes heeft, die wint het spelletje.